Welkom iedereen bij de laatste ronde van de draft. Het is op zich al duidelijk wie heeft gewonnen, maar tweede, derde en vierde moet nog steeds worden bepaald. Kijkend naar de teams. Hij is nog steeds een Palafin bij zich, hè? Fuck it, we nemen Earthworm, Blueberry. Nee, weet je wat? Withdraw. We nemen Chrome Dome, Earthworm en Blueberry. En dan wil ik ook dit keer niet horen. Dit keer heb ik ook echt een. Nou, niet echt het offensieve team mee. Maar ja, je hebt als je de vorige vier rondes hebt gezien. Weet je dat als ik niet protect of recover spam, ik nog geen drie beurten volhoud. Oké, die krijgt fotosynthese. Ja, dan moet ik ook snel wisselen naar Vriesdraai. Wie is op supereffecten voor Vriesdraai? Ah, Palafin. Nice. Ja, natuurlijk. Wisselt. Grafaia. Nice. Tidy up. Ik hoop nu alleen niet dat hij gaat earthquaken. Want dat gooit wel een beetje de dingen erin. Prikbreak. Niet helemaal nodig. Ik snap hem, maar niet nodig. Het is beter om te focussen op Paddy nu. Dat. Kijk, Paddy is al gegarandeerd eerste. Maar. Door te focussen op Paddy maak je tenminste de laatste ronde nog interessant. En ze kunnen nu zeggen wat ik wil. Ik focus me echt alleen maar op Paddy, dus. Dit was Steel, toch? Oh nee, Electric. Ja, ik ben niet snel, dus. Ook Grafaia is sneller dan Iron Bundle. Huh. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Nu is alleen de vraag, wat is slim? Fuck it, we gaan naar Smiley. Was inderdaad de slimste keuze, ja, Earth Eater. Ja, die Iron Hands is dood. Oh, nee, hij overleeft nog. Wow. Ja, Volt Switch op mij, want het heeft geen zin op die andere. Nou, die komt de Palafin uit, dus dan is het focus op de Palafin. Nou, toch even, als de Palafin uitkomt, dan wissel ik. Nee, ik ga niet wisselen naar. Mijn Quagsire of Clodsire. Want ik heb nu last dan nog van die. Nou, iedereen op de Palafin, want die wil ik tenminste dit seizoen één keer neer hebben gehaald. Wat was mijn Terrestrialize? Water! Ja, prima. En nu hoop ik dat ze me met rust laten, want ik focus me nu echt op Paddy. Dus voor de rest maakt het niet uit, ik focus me op Paddy. Liquidation. Earthquake, nou ik krijg Earth Eater, dat is mooi.
Ja, ik doe niet heel veel, maar ja, ik ben wel bezig. Ja, Rocket heeft alleen gewoon geen zin op Palafin. En Rockslide wil ik niet doen, want dan raak ik Milan mee. Dus gewoon blijf Poderbresje. Iedereen op de Palafin die dat beest moet dood. De rest maakt niet uit, Palafin moet dood. Die wordt ook voor volgende, als we dit weer gaan doen, die wordt ook geband voor het volgende seizoen. Ja, ik weet niet of Milan iets anders had, maar anders had ik gewoon gezegd, fuck it, doe dat nou niet. En focus je nou op de... Focus je nou op alleen de Palafin, want Earthquake doet is shared damage. Want dan was het inderdaad be beter geweest om gewoon te zeggen, fuck it, neem de schade voor lief. Ja, weer Earthquake. Maar dan kunnen ze wel zeggen van, ja, waarom doe je Earthquake? Ja, als ik Iron Head had gedaan, had ik hem gekillt. En hij was toch Earthquake aan het spammen, dus... Qua uitslag had hij niet heel veel uitgemaakt. En ik ga denk ik nu alleen nog maar even Earthquake... spammen. Oh ja, de Grass Dark-type. Heb ik iets tegen Grass Dark? Oh ja, body press. Ik hoop alleen niet dat Milan nu op mij gaat. Want in principe, als hij wraak zoekt vanwege wat de vorige ronde gebeurde, dan was hem sowieso wel geworden. Oh, ik ben sneller dan de Iron Hands? Huh. Ja, Wild Charge op mij was op zich te verwachten. Maakt me op zich ook niet zo heel veel uit, maar. Ja, nu wordt je water type, hè? Dan hoop, dan... Ik weet niet. Als Milan slim is, gaat hij mij nou niet wall chargen. Nice, gepoisoned. Nee. Ik snap hem niet. Ik snap hem echt niet. Ik focus niet op hem en alsnog... Krijgen we die onzin? Ja, protect was te verwachten, maar ja.
Dit was echt even om Milan weg te halen. Want dat hij gaat wildchargen vind ik helemaal prima, maar je hebt letterlijk je antwoord aan de andere kant staan. En ik wil twee hits wel taken, maar niet zoveel. Want Sander en ik zijn druk bezig met Paddy. En doet hij dat. Ah, en dit krijg je dan, hè. Dit is dan ongelooflijk zonde, want nu gaat hij de Rever Rooms lead seeden. Oh, daar hebben we geluk mee. Ja, ik kan niks anders. Ik heb hier geen earthquake op, dus dat maakt ook niet heel veel uit. Ik hoop dat alleen Sand dat. Kijk, nu gaat hij weer waarschijnlijk weer protecten. En dat hoop ik eerlijk gezegd dat Sander met mij gewoon even meehelpt om die substitute neer te halen. Steel. Waarom steel? Waarom doe je dit nou, Sander? Waarom? Dan kunnen we hem neerhalen. Want hij gaat nu protecten. Gaat hij protecten of gaat hij substituten? Nou ja, ik kan nog één spin-out overleven. Ik weet niet, heeft hij genoeg voor een. Hij heeft volgens mij niet genoeg voor een sub. Ik weet niet of hij genoeg heeft voor een substituut, ja of nee. Maar ik ben waarschijnlijk wel sneller dan de Revavroom. Tenzij de. Ik weet niet, ben ik sneller? Zijn speed is minus 2. Ja, protect. Domme. Waarom nu? Sander, waarom nu? We willen toch niet dat Paddy weer eentje wint? Maar nu heeft hij genoeg met leftovers en lead seed. Maar nu, ja, precies, nu heeft hij genoeg met de healing. Nee, dit was heel dom van Sander. Dit was echt dom. Maar ik hou nu ook op een focussen nu. Dat heeft ook gewoon geen zin. Ik ben ook trager, dus. Ah. Please, laat mij nu gewoon een, niet spin-out op mij doen. Waarom doe je dat nou? Ik snap het niet. Als je afvraagt waarom heeft Paddy deze gewonnen, omdat Sander fucking dom bezig was. Maar ik had geen earthquake hierop en hij gaat toch dood door de Black Sludge, dus ik kan hem niet killen.
Ik had iemand nodig om doorheen te komen. Nu maar hopen dat de freeze dry genoeg is. Maar waar heb hij protect, hè? Fuck it. Ja. Dit had je kunnen zien aankomen. Nou, duidelijke winnaar. Paddy heeft 4 rondes gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken van deze league. En tot de volgende league. Laters.